We zijn weer terug hier met, in de boot met Marianne Boyer. We gaan verder met haar praten. De toneelschool, de theateracademie, heb je afgemaakt? Nee, niet afgemaakt. Ik zat toen nog bij de toneelschool en academie voor kleinkunst gescheiden. Ik ben uiteindelijk op de academie voor kleinkunst terechtgekomen omdat ik op de toneelschool op het allerlaatste examen dichtklapte. Want ik moest een, ik geloof dat het een boom of een gebakken ei was, een van de twee. Ik moest een van die twee spelen, ik dacht ja, kom op. En ik deed een monoloog en daar bakte ik ook niks van. Nog van het ei, nog van die monoloog. Dus het was vrij snel duidelijk dat ik het niet haalde. Ik dacht, uit nijd dacht ik, nou ga ik zingen en dansen, wat kan mij het schelen. Ik wilde gewoon spelen, linksop of rechtsop. Ik wilde spelen, dat was het. En dat heb je gedaan? Dat heb je wel afgemaakt? Toen ben ik 2 jaar naar de kleinkunst gedaan. In die tijd een ongelooflijke competitieve opleiding. Dus je begon achteraan de bar. Het was de bedoeling dat je... En de balletbar, hè, je been zo hoog mogelijk. Het was de bedoeling dat je vooraan eindigde als het moest over lijken. Maakt niet uit. Het was ongelooflijk competitief. Ik was ook een vervelende leerling. Kan je in retrospectief zeggen, ja? Ja, het was best moeilijk. Want dan had ik zo'n ouderwetse tapdansleraar van wie ik de status nauwelijks serieus nam. Dan was het zo van zij eruit of ik eruit. Dan zei ik, ga jij maar. Dat is niet leuk voor een docent. Na 2 jaar zijn we uit elkaar gegaan. Ze wilde wel dat ik bleef, maar ik dacht, nee, dit is niet goed. Ik wilde nog steeds in die groepjes. Toen heb ik aangebeld bij de toen nog beginnende Frans Strijaerts van het toen nog projecttheater. Is later Art en Pro geworden. Dat is een tamelijk... experimentele theatergroep. Ja. Dus weer dat niet Schouwburg. En daar belde ik aan. En ik zei, ik wil bij je werken. En niet bij de Schouwburg. Later heeft hij verteld, ik heb je aangenomen omdat ik nog nooit zo'n bizarre sollicitatie had gehad. Dus daar ging ik met vallen en opstaan. En daar speelden we een nieuwe Nederlandse stukken van Frans Strijaerts. Vooral. En daar ben ik geschoold. Een tijdje daarvoor heb ik nog in een jeugdtheatergroep gezeten. Onder andere samen met Titus Muizelaar. 3 voorstellingen per dag gewoon. Maar goed, ik kon spelen en ik was bij dat groepje, of ik was bij de groepjes terechtgekomen waarvan ik dacht, daar ben ik nieuwsgierig naar. Ja. Heb je lang theater gedaan? Op een zeker moment was het afgelopen. Ik werd steeds banger om op te gaan en ontdekte dat ik kon schrijven, had ik inmiddels ontdekt. En toen was het vrij snel bekeken. De angst om op het toneel te gaan werd zo groot. En intussen zat ik stiekem te schrijven. En dat is langzaam in elkaar overgegaan. Ja, moeiteloos. Ik heb nooit terugverlangd naar het toneel. Het is ook goed, want ik kon niet zo loyaal zijn aan regisseurs als ik vind eigenlijk dat spelers moeten zijn. Dus het was voor beide kanten niet echt een verlies. Daar zijn ik de eigen wijze voor. Ja, dat is best lastig voor beide kanten. En ja, dan trek je conclusies. Je kunt niet geven wat je wilt. En uiteindelijk krijgt een regisseur ook niet wat hij zou willen. Dus het is een goede beslissing. Nadat dat is gebeurd, dat was in de tijd dat ik bij Discordia onder andere speelde, nooit terug verlangd. Dat was een ongelooflijk mooie bevrijding ook. Ja, Discordia ook inderdaad een experimenteel. Als experimenteel gezien het theatergroep. Maar goed, tussendoor moeten we ook niet vergeten. In die tijd ben je ook een filmcarrière begonnen. Je hebt wel gespeeld in een van de meest commercieel succesvolle en omstreden speelfilms uit de jaren 70. Spetters van Paul Verhoeven. Ja, klopt. Hoe kwam je daarbij terecht bij de film? Ik deed een auditie omdat iemand me daarop gewezen had. En werd aangenomen tot mijn verbazing. Ja, wat was er Spetters, een film over... rondom een snackbar gesitueerd, met motocrossers erin. Ja, het was, in feite was het een markeringspunt van de 80e jaren. Echt daar begon het achteraf ook weer. Voor jezelf kiezen, een uiterst harde en commerciële film. Ik heb een laatste restauratie daarvan gezien in het AI Film Instituut. Er was met grote bombarie de restauratie aangekondigd. Dat was erg leuk, omdat je dan pas ziet wat die film in zijn tijd was. En het was echt
dat was wel wat. Het zei iets over zijn tijd in zijn tijd. Dat is knap. Ja, hij was omstreden op televisie. Is hij fel aangevallen toen allerlei televisieprogramma's. Paul Verhoeven werd bijna met pek en veer in het land uitgedragen. Ja. En nu wordt hij iedere keer weer herhaald en belt er weer eens iemand op. Ja. Het is weer op televisie. Ik zei, oh leuk. Maar het is gewoon een klassiek. Het is eigenlijk een klassieke cultmovie geworden. Ja. En wat was jouw rol daarin? Een van de vijf hoofdrollen. Ik was de vriendin van Hans van Tongeren. Die na een motorongeluk in een rolstoel belandt. En dan zelfmoord pleegt, geloof ik, kort door de bocht. En de concurrent in die zin van, in de film van Renéetje Soutendijk. Die met mijn ex gaat lopen. Ook vanwege om financiële redenen. Om het zo maar te zeggen. Ja. Ja, heb je nog veel filmrollen gespeeld daarna? Nee, dat spelen, dat is wat ik zeg, dat is in die tussentijd hield dat toen op. Toen was je al bezig met die omschakeling naar schrijven. Ja, eigenlijk. En dat is wel erg leuk. Pieter Kuipers, die heeft me jaren later, ik lag op bed met griep en ik kreeg een telefoontje. Ik moest echt in een film van Pieter Kuipers. Ik zei, jongens, ik heb griep, wat is dit? Toen zei ik, nou oké, geef me dan het script, maar ik speel niet meer. Toen kreeg ik het script. Ik vond het wel een goed script. En Pieter Kuipers heeft me toen overgehaald door te bellen. Die zei, ja, je bent voor mij een icoon van de jaren 80. Ik heb die film 17 keer gezien of zo. Ik denk 15 of zo. En dat vond ik zo geestig. Ik zei, nou, dit is zo leuk. Ik kom een keer langs. En toen hebben we een repetitie gehad met het script. Het script was goed en het was een leuke ploeg. En toen heeft hij me overgehaald onder voorwaarden. Hij zei, ik wil big hair, à la, hoe heet het, Jackie Brown in de film van Tarantino. Ja. En het was ongelooflijk leuk om te doen, moet ik je zeggen. Maar het was ook weer een uitstapje. En welke film was dat? Weet je Dennis P. over de grote Ghassan diamantroof door een... Ja, een man die toch ook wel een beetje een getroubleerd bestaan had. Ja. En ik was de moeder van Nadja Hübscher. Maar ook dat was een uitstapje voor korte tijd. Ja, want je ging van het toneel, dan weer terug, maar dit moest even gezegd worden, van het toneel terug naar het toneel schrijven. Wat is dan de essentie voor jou van toneel schrijven? Dialoog eigenlijk. Toneel zijn maar dialogen, denk ja, ik. Ja, dat is heb je goed. En iemand loopt van A naar B. Ja. Maar dat hoef je niet bij te zeggen, dat doet de regisseur. Ja.